De beelden van demonstranten die het Amerikaanse Capitool bestormden, gingen woensdagavond en donderdagochtend de wereld over. Los van het politieke debat is er ook kritiek op de politie. Die zou lang niet zo hardhandig hebben opgetreden als bij de Black Lives Matter-protesten die eerder plaatsvonden. Zo menen sommigen. Wat vinden de Tilburgers van het politieoptreden? Ze waren er niet op bedacht, heb ik begrepen. Ze wilden geloof ik een korps van 2000 mensen inzetten. Maar ze hebben er maar 350 ingezet, dat heb ik wel gelezen. Ik had het idee dat ze wel konden merken dat dit zou gebeuren. Dus dat ze eigenlijk al veel eerder in hadden moeten grijpen. Maar verder vind ik het ook een beetje ver van mijn bed, om het eerlijk te zeggen. Van mij mogen ze allemaal opsluiten. Stel mafkezen, die horen gewoon achter slot en grendel. En die Trump ook. Dat is mijn mening. Ik vind het al van begin af aan vind ik het al een bal van een vent. En dat hij dit dan eigenlijk oproept, het is eigenlijk gewoon een soort Hitler. Het zijn gewoon dezelfde taferelen als wat Hitler heeft gedaan. Ja, ik denk natuurlijk dat het op dit moment veel te maken heeft nou ook met wat er in het verleden is gebeurd. Met donkere mensen die nou natuurlijk op dat moment zijn hardhandig zijn aangepakt. Dus ik denk dat hun bewust inderdaad een tandje minder hebben gedaan. Enigszins kan ik me dit natuurlijk goed voorstellen. Aan de andere kant ook, er zijn natuurlijk altijd twee kanten, maar ik denk dat ze bang zijn om te hard in te grijpen. Omdat anders weer demonstranten de straat op gaan, de hetze tegen de politie weer groter wordt. Dus. Ze waren met veel te weinig politie. Dus ze konden heel weinig. De politie was echt in de minderheid. Ja, ik heb ook de beelden gezien, ik heb het live gevolgd. En mijn conclusie is dat... Ik heb gezien dat er mensen van Antifa tussen zaten, bij zaten. En dat was heel duidelijk in beeld. Dus het is moeilijk, het is dubbel. Ja. De politie kan er niks aan doen. Trump kan er iets aan doen. Die moet gewoon weg en klaar is Kees. Alles opgelost. Die hebben goed gehandeld. Dat had zelfs nog wel een tandje meer gemogen. Heel die rechtsstaat en waar we allemaal zo hard voor geknakt hebben voor die democratie. Door stelt je niets nutten. Om ver te laten gooien, dat vind ik schandalig. Misschien ga je deze dingen gewoon niet altijd tegen. Ik bedoel, als je zo'n narcist als Trump aan de macht hebt, dan... En met vele volgers, helaas, dan gaat het zo. Ze wisten dat dit zou gaan gebeuren en ze waren met veel te weinig mensen. Ik denk dat ze het leger ook wel in hadden moeten zetten voor dit. Meer mankracht inzetten. En ook het leger, denk ik, hulp moet vragen. En ik denk dat je als gewoon mens niet eens het Capitool in kan komen. Dus er is gewoon doorgestoken kaart, denk ik. Kijk, en dat de politie dan stelt dat het wel slechte mensen, of het nou actiever zijn of niet, harder had moeten ingrijpen, ja, misschien wel. Maar in dit geval denk ik dat het allemaal een beetje dubbel is. Ik denk niet dat ze dit voor hadden kunnen bereiden. Nee. Nee, ze hebben gedaan wat ze konden. Ja, alle respect voor de politie. Als ik terugdenk aan de Dam in Amsterdam, toen daar jaren geleden de mariniers de zaak schoongeveegd hebben. Het was in een half uur gebeurd. Ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet gezien.